Daar ben ik weer vanuit Tomioka Fukushima. We hebben net de straling gezien. Het is 0,23 microsievert per uur. Dat is niet super hoog. Dus weer safe. En hier zie je, het is echt prachtig. Ik weet echt niet of ik kan inzoomen. Oh, ik kan niet inzoomen. Ik film aan de voorkant van mijn telefoon. Nieuwe features nodig. Anyway, huis wordt volledig afgebroken. Er worden heel veel huizen afgebroken hier. Dat zijn dan huizen die zijn zo ver ingestort en beschadigd na de aardbeving en de tsunami. En natuurlijk 6 jaar lang verlaten door de kernramp. Waardoor regen naar binnen is gegaan, dingen zijn gaan rotten, wilde dieren zijn erin gaan leven, etc. Nou, in ieder geval niet meer te repareren. Dus huizen worden gesloopt. Maar dat duurt onwijs lang, omdat in Japan elk onderdeel apart wordt opgeslagen. Dus elk onderdeel wordt zeg maar stukje bij beetje uit elkaar gehaald en gaat naar verschillende plaatsen waar er weer iets nieuws mee wordt gedaan. Anyway, zo ziet dat eruit. Ik zal zo nog wel even van dichterbij filmen, dan kun je het ook even zien. Er is ons verteld dat in Tomioka ongeveer 8% van de oorspronkelijke bewoners is teruggekeerd sinds april. Ik geloof er geen zak van. De mensen die wij hier zien, dat zijn vooral werkers. Mensen die dit soort dingen dus doen. Soms wat oorspronkelijke bewoners die dan wel even komen kijken en een beetje komen klussen aan hun huis. Maar als je hier 's avonds door de stad heen rijdt of loopt, nergens verlichting. Er is echt niemand thuis. Er is echt niks. Nothing. De zwarte zakken die je voor en naast het huis ziet staan, dat is allemaal radioactief spul. Dat wordt apart opgeslagen. Even een rondje aan het maken door Tomioka. En ik kwam net bij dit huis en die schuifdeur was nog dicht. Hij was niet op slot, dus ik heb hem open gemaakt. Ik had namelijk even naar binnen gegluurd en ik zag dat het erop leek alsof er echt niemand meer was geweest na de aardbeving en de tsunami en de kernramp. All in one. En ik heb dus de deur open gedaan en er komt nog een stank uit. Het ruikt alsof er iets is dood gegaan en dat het daar nog steeds ligt. Ik ga wel even naar binnen lopen, maar ja, moment. Nou ben ik weer. Dit is het. Ik ga dus naar binnen. Ik ben dus onwijs bang voor spinnen. Oh, en het stinkt dus heel erg. Oh, mensen. Het is zo erg. Ik ga niet verder doorlopen, denk ik. Want het is echt te vies. Ja. Nee, misschien. Oh, ik durf hier nergens te staan. Nou, wat je ziet is. Ja, een hoop rotzooi die hier al 6 jaar lang ligt. Ik ga eruit. Linda, heb je een mooi beeld? Ja, ik kan wel mooi nu even naar buiten filmen. Het is een heel schattig straatje eigenlijk. En daar zie je wat plekken die zijn leeg. Ik vermoed dat daar ook huizen hebben gestaan dat die al gesloopt zijn. Want zoals gezegd, er zijn heel veel sloopwerkzaamheden aan de gang op dit moment in Tomioka. Ik ga nog even om het huis wat verstonken heen lopen. Ik draai mijn camera even. Ja, het ziet er echt uit alsof er nooit meer iemand in is geweest. Wat ook gek is, hè? Dan moet je dus op een dag je huis verlaten. En dan kun je op een gegeven moment wel weer terug om te kijken hoe het ervoor staat. En dat je dat dan niet doet. Oh, er is hier nog een appartement naast. Tenminste, of zou het hetzelfde zijn? Wat denk jij, Lin? Dat het appartement hetzelfde is? Ja. Ik denk dat het één huis is.
Nou, Linda denkt één huis. Ja, het zit wel echt aan elkaar vast. Nou, er is dus wel een raam open. Nou, er schijnen nogal wilde dieren te leven. Ja. Ik zou eens even aan mijn goede vriend Kees Moeilijker moeten vragen hoe ik dat herken. Los van uitwerpselen en dergelijke, maar dat zie ik niet. Het lijkt wel een soort kantoortje of zo daarbinnen. Het gaat nog verder. Maar het is hier een watertje, Lin. Moet je niet in vallen. We houden elkaar een beetje in de gaten. Oh, en hier is nog meer kapot. Moet ik naar binnen? Probeer me. Ik ga het nog even proberen. Klem. Deze ook. Ik ben niet zo van het geweld, dus ik ga niet harder proberen. Ik kan even naar binnen filmen. Ik zou voor de grap de voordeur nog even kunnen proberen. Nogmaals, met geweld zou het waarschijnlijk lukken. Gaat niet doen, Lin. Oké. Nog een verdieping, dus alles is gewoon achter elkaar. Alles is gelijkvloers, hè? Ja. Moet je kijken hoe alles is dichtgegroeid hier. Zo, onwijs mooi. We lopen nog even iets verder om het huis heen, omdat hier een Geiger-teller staat. Microsievert per uur. Nou, dan weet u dat. Linda gaat met de app even berekenen hoe het zit. Qua millisieverts per jaar. Ik ga het nog even uitleggen. Wereldwijd wordt eigenlijk geaccepteerd dat 1 millisievert per jaar dat een acceptabel risico is. Hè, wat we kunnen lopen. Overal is radioactieve straling. Op de ene plek wat meer dan op de ander. 1 millisievert per jaar vinden we een dosering waarmee je kan worden waaraan je kan worden blootgesteld die acceptabel is. Dit is dus 0,416 microsievert per uur. En wij denken dat dat betekent dat dat ongeveer 4 millisievert per jaar is. Is dat waar? 3,6 millisievert per jaar. Ja. Dat betekent dat het dus factor 3,6 hoger is dan wat we algemeen acceptabel vinden. Maar in Japan is het acceptabele risico... is vertwintigvoudigd direct na de ramp naar 20 millisievert per jaar. Nou, we zitten dus op iets meer dan 3. Dus in Japan is helemaal niks. Dat klinkt afschuwelijk. Dat valt eigenlijk wel mee. Want wie in de luchtvaart werkt, die tekent ook een contract waarin hij of zij verklaart oké te zijn met een maximale stralingsrisico of een stralingsblootstelling van 20 millisievert per jaar. Ja, waar dit nou precies op gebaseerd is, dat moet ik nog uitzoeken, dat weet ik ook niet. Maar ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord dat er een extreem hoog aantal stewards, stewardessen, piloten doodgaan aan kanker door stralingsrisico wat ze hebben opgelopen. Ja, wat denk jij? Is het oké? Geen mening. Lin heeft geen mening. Ik sta nu in een winkelstraat naast een paar zakken radioactief afval. Die staan overal.
Er rijden wat auto's voorbij. Je ziet in de verte wel wat mensen een beetje schoonmaken. Linda is aan het filmen en zwaaien. Het is nog best klaar. Maar wat vooral opvalt is, behalve alle auto's met de afval, werklieden, is er echt niets. En overheerst het geluid van insecten. Ik kan niet beschrijven hoe vreselijk desolaat. Dat is eigenlijk het woord. Ondanks dat er mensen voorbij rijden, dat is dus gek, toch is deze plaats ongelooflijk desolaat. Lege bus. Ze rijden wel. Er rijdt alleen niemand mee. En waarom is dit? De autoriteiten willen ongelooflijk graag dat hier weer mensen komen. Maar het gebeurt niet. Het is ook zo mooi dat iedereen netjes stop voor stop ligt.